Jij ook. Hallo, goedemorgen allemaal. Welkom bij weer een nieuwe crossvlog. We gaan vandaag weer veldrijden. En ook vandaag gaan we weer crossen op de Nederrijnse Berg in de tweede ronde van de veldritcompetitie in de regio Utrecht. Het weer is droog. Het heeft gisteren nog wel geregend, maar nu is het droog. De herfst is wel echt ingetreden. Dus er zullen veel blaadjes op de weg liggen. Net als hier. En oh ja, mochten jullie gaandeweg de video nou denken, ja, dit vind ik nou echt een hele toffe video. Gooi sowieso even een duimpje omhoog. En laat een reactie achter, dat vind ik echt super tof. Als je het een toffe video vindt, laat me even weten. Het kost veel tijd om die video's te maken. Dus ja, het is wel gaaf als je dan ook even laat weten als je het tof vindt. Of wat je niet tof vindt, of wat je de volgende keer wil zien. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Hey jongens, veel kijkplezier. Tot later. Ciao. Yes. Hallo allemaal. Staan we klaar voor de start. Hartslagje 130. Die probeer ik nog even te laten zakken voor de start. En we staan klaar. We staan klaar voor de start. Om te gaan rijden. En ja, het is een mooi dagje. Je ziet het aan de wolken. En we zijn klaar om te gaan. Ik heb een goede start. Ik heb op zich een goede start. Je ziet dat die dame die vorige week, Manon heet ze, weer zo'n kanonstart. Precies dezelfde kanonstart heeft als vorige week. En ik duik hier als vijfde het veld in. En daar ben ik eigenlijk niet geheel ontevreden mee. Het is gewoon een prima start. We staan weer met een man of 35 aan de start vandaag. Dus dat ik hier als vijfde het veld. En dat betekent dat ik in ieder geval ver voor een heleboel anderen erin duik. We gaan hier gelijk een mooie slinger in. En je ziet dat er eigenlijk in je hoek zie dat de mensen al willen afstappen. Ik kan hier gewoon fietsen doorheen. En daarmee bespaar ik in ieder geval een heleboel energie. En als we hier het asfalt omhoog opdraaien. Dan zet ik even nog een keer goed aan. En probeer ik hierbij te blijven, eigenlijk vooraan in de koers bij te blijven. We zitten nog op een lang lint, dus ik rij nu vijfde, maar eigenlijk is het een lang lint. En in de bosjes zit ik nog steeds achter Lars. En Lars is wel een mooi ventje, die heeft lekker veel drang naar voren, om zo maar te zeggen. Die zie, elke kans die hij heeft om iemand in te halen, die grijpt hij. Eigenlijk zonder iemand in de weg te rijden, dat is wel een mooi ventje. Ik denk dat hij 13 of 14 is. En, ook op die technische stukken gaat die lekker vooruit. Ik wil eigenlijk wel met hem mee, want ik zie dat er... Oh, kijk eens even. Ja, oei, ondertussen Manon gaat onderuit. Ik kan er langs, maar dat betekent wel dat ik nu op een gaatje zit. Naar Lars. En ik wil eigenlijk wel bij Lars aansluiten. Dat duurt toch wel even een tijdje. Eigenlijk achteraan bij de balken kan ik pas een halve ronde later op schuiven. En eigenlijk heb ik dan het idee, ik ben nu in zijn wiel. En ook bij Frank, maar dat hier verderop ben ik er bijna. Maar heeft Lars weer de drang naar voren en knalt hij als een mal hier omhoog. Frank en ik doen het iets rustiger aan. Ik heb hem ook voorgenomen de eerste ronde niet volle bak te gaan. Hier dit kleine schuine kantje naar een vervelend klein stukje. Doe ik niet heel lekker, maar zo kom ik weer bij Frank terecht. Gelijk in de battle met hem. Frank is een beetje mijn evenknie. We zijn ongeveer even sterk. En ik probeer dus weer hier achter hem te doen, maar even verderop komt hij hier wijd uit. En heb ik hier de mogelijkheid om hem direct te passeren. Waardoor ik hier gelijk best eigenlijk wel op een mooie plek, ik denk dat ik nu op een derde plek of zo na de eerste ronde doorkom. Maar op start-finish word ik hier gelijk ingehaald, niet alleen door Frank, maar ook door, door een andere jongen. Waardoor ik gelijk twee plekjes verlies eigenlijk. En op het powerstuk wat er daarna komt, kan ik niet echt aansluiten. Maar ik rij ondertussen wel weer iets dichter naar Lars toe. En Frank die is er ook naartoe gereden. En die gaat hier weer voorbij aan Lars. En ik probeer hier toch op dit powerstuk een beetje naartoe te rijden. In technisch gedeelte kan ik erbij blijven. Maar je ziet dat het verschil elke keer toch een beetje gelijk blijft. Lars heeft weer de drang naar voren. Hop hop, gaat Frank weer voorbij. En ik probeer in de buurt te blijven. En hier op dit stuk kan ik Frank en ik zet door, want ik denk ik ga Frank ook gelijk inhalen. Je ziet niet goed op de camera, we gaan elleboog tegen elleboog, stuur, haken, half in elkaar. We vallen allebei net niet en we moeten er eigenlijk allebei een beetje om lachen. Omdat we weer met elkaar in aanraking komen.
Zo komen we elkaar wellicht nog vaker tegen dit seizoen. Maar wat er hierna gebeurt is, ik kom bij Lars eigenlijk achter het wiel en ja, Frank die valt. Achter mij valt hij om. Dus dat betekent dat hij ook ja, in die zin even wegvalt. Ja, en dat maakt natuurlijk het, de concurrentie weer wat makkelijker. Het lijkt alsof ik daar bij Lars weer in het wiel kom, maar hij is toch best wel sterk en rijdt gewoon, ja, hij rijdt zo hard omhoog elke keer die klinkers. En deze passage deed hij ook eigenlijk altijd wel vrij netjes. Ik glij hier weg met mijn achterwiel en ja, verlies daardoor weer gewoon best wel wat dure tijd. En even verderop ja, kom ik hier in, de eerste aanrenner die ik in blijf halen. Maar ja, wat zie ik daar? Ey, dat is zonde. Lars die staat daar langs de kant met pech. Ja, pech kan je hebben. Dus dat heeft hij ook. Vervolgens gaan we de derde ronde in. En dan lig ik eigenlijk nog best wel op een goede positie. Maar ik begin wel vermoeid te raken. En dat merk ik ook aan mijn... ja, hier ook maak ik weer een fout. Ik zie het ook, ik merk het gewoon aan mijn techniek. Ik moet het nu zelf doen. Je kijkt naar mijn hartslag. 185, 186. Ik zit echt wel weer tegen mijn limiet. Of over mijn limiet heen om te doen. En ik merk dan meteen dat ik technisch fouten ga maken. Het rondje vandaag was best wel technisch. Dus als je dan fouten maakt, dan, ja, dan merk je dat ja, eigenlijk meteen. Ondertussen is Lars weer in mijn wiel aangesloten en duik weer een afdaling in. En ik, ja, ik hou de bocht gewoon niet en ja, mijn wiel glijdt weg. En Lars die glijdt eigenlijk achter op mij, ja, wat super lullig is. Hij moest daarna ook de wedstrijd verlaten omdat hij pijn aan zijn knie had. Ondertussen word ik weer ingehaald door die aanrenner. Maar ook door een mountainbiker. Waardoor ik dus ja, eigenlijk een plekje verlies en eigenlijk vlak voor start-finish... verlies ik hier weer een plekje. Heeft weer een jongen een stuk goed gemaakt. En dat is best wel lullig dat ik net die een uitglijdertje en die valpartij heb gemaakt. Anders had ik hier toch nog een stuk voor gereden. Deze jongen die rijdt eigenlijk... ja, ik hou hem een tijdje bij. Maar op start-finish zie je alweer dat hij een gat heeft. Ja, zo gaan we de vierde ronde in. En ik, ja, het lijkt een beetje alsof ik er doorheen aan het zakken ben. Maar goed, ik heb ook een gelukje. Die man met, die mountainbike die me voorbij kwam zetten, die heeft ook pech. En die, nou, die staat stil, dus zo win ik weer een plekje. Maar ik zak er wel een beetje doorheen. Ik merk het ook aan mijn rondetijden. Die gaan dus achteruit. Worden steeds langzamer. En ja, het lijkt erop dat... ik ben bang dat anderen daarvan kunnen profiteren. Ja, je ziet ook nog steeds dat ik hier technisch gewoon niet, ja, niet super sterk ben. Hier vlieg ik gewoon uit de bocht. En ja, bijna tegen die bomen aan. Hier aan de binnenkant moet je gewoon binnenkant zitten. Maar ik durf het niet. Bijna tegen het paaltje aan. Ja, het is allemaal gewoon niet meer netjes. En dat is deels gewoon omdat ik boven mijn theewater zit. Maar ook gewoon deels een stukje angst omdat ik nou ook gewoon gevallen ben. En kijk eens wie we daar hebben. Ja hoor, daar is Frank weer. Die komt dus, is weer naar me toe gereden. En ja, nu denk ik, ja Frank, kom op. Bij Frank moet ik toch wel even in de buurt kunnen blijven. Want ja, dat was vorige week zo'n leuk duel. Daar wil ik deze week nogal wat meer van meemaken. Maar ja, zie je weer start-finish. En ik zit op een paar meter. Maar het lukt me eigenlijk deze ronde om best wel goed op een paar meter te blijven. We zijn inmiddels achter op het parcours en we gaan richting de slinger en naar de balken. En dit is eigenlijk het moment waarop ik het ja, gaatje een beetje dicht rij op Frank. Maar ondertussen was er ook alweer iemand naar mijn wiel toe gereden. Deze jongen in het rode shirt. En die denkt, ja, vlak voordat ik bij Frank aansluit, denkt hij, paf, ik klap even lekker over Martin heen. En zo rijden we met z'n drie tegelijk. Als je net even snel achterom keek, zag je dat er nog meer mensen aankomen. Frank en ik zakken er eigenlijk een beetje doorheen. Waardoor de andere mensen terug kunnen komen. Ja, en hier ook weer. Ik ja, word hier eigenlijk ook weer gelijk op het powerstuk wel weer op een gat gereden. En op de klim komt er eigenlijk nog eentje voorbij. Dus die heeft weer een gat dichtgereden. En zo verlies ik eigenlijk in één rondje drie plekken. En dat is wel het moment waarop ik denk, ja, daar zit ik eigenlijk niet echt op te wachten. Dus hier moet ik nu echt bij blijven. Maar ja, ik weet eigenlijk niet precies hoe lang het nog is. Als we hier de volgende ronde op start-finish komen, zie je dat we eigenlijk inderdaad met 1, 2, 3, ik ben de vierde. En vlak achter mij zit nog een jongen in een, van Beat. Dus dat betekent dat we eigenlijk met 5 allemaal binnen schootsafstand van elkaar zitten. Ja, en ik zit nu echt te bedenken, ja, hoe ga ik dit nou rechtbreien? Hoe ga ik nou zorgen dat ik er niet doorheen zak? En ik ben echt super blij om te horen als Jan tegen mij zegt, Jan is van de jury... Als Jan tegen mij zegt, joh, het is de laatste ronde. Want ik denk, ja, nu ga ik gewoon ook alles geven ook.
Dus je ziet nu ook op de klim, bam, hop, nog een keer vol naar boven sprinten, boven de 500 watt. Ik hou gewoon de druk op de pedalen en ik wil de druk op die mannen voor me zetten en niet de druk van achteruit voelen. Hier ook weer bocht uit doen en ja, soms moet je dan ook een beetje geluk hebben, want ja, het is weer Frank die daar onderuit gaat. Waardoor die mij het laatste setje geeft. En hier gaat hij zelfs nog een keer onderuit. Ja, die geeft mij echt het laatste setje om de aansluiting te maken bij die mannen voor me. En ja, nu is het dus zaak om bij deze man in het wiel te zijn. Nou, hij voelt ook dat dit het moment is, dus hij zet ook vol aan. En ik zit een beetje te wachten en te zoeken om te kijken, ja, wil ik hem voorbij? Ga ik wachten tot het einde? Of komen er nog mensen van achter? Moet ik druk zetten? Waar ga ik dat dan doen? Nou, ja, eigenlijk hier gebeurt dat dan een beetje op een natuurlijke manier. Ik spring sneller op en ik ga hem voorbij. En ik denk dan ook, nou ja, dan moet ik er maar zoveel mogelijk uithalen. Dus ik ga zo snel mogelijk aan de slag. Alleen van achteren komt die jongen van Beat. Dus die heeft ondertussen ook 3 renners ingehaald in die laatste ronde. En die komt mij ook voorbij. Dus die gaat nu voor de 4e volgens mij die inhaalt. En die rijdt eigenlijk ook weer op die klim een beetje bij me weg. Ik kom mijn maatje Bas tegen. Ik zeg hem gedag. Maar ik moet hier wel even focussen voor deze passage. En ja, eigenlijk, nou ja, van alle passages die ik hier heb gedaan, is de laatste ronde is de beste passage. Met de hoogste hartslag, maar toch vol controle. En vanaf nu is het denk ik, ja jongen, ik moet bij deze gozer blijven. Ik moet bij hem blijven tot aan de finish. Hier, deze afdaling, vol in. Probeer hem hoog te houden. Rechts, rechts houden, langs het paaltje. Groen houden, niet naar beneden zakken. Pedaal inklikken en gaan. Hop, pak zijn wiel. Hier, links, naar beneden duiken. Strak houden, rechts houden, in zijn wiel. Hij zet vol aan hier, want hij denkt, ik ga volle bak. Nou, ik trap al 400-500 watt in zijn wiel. Nou ja, hij gaat dus echt knijterhard. En daar komt een beetje, en daar komen we dus ook een beetje bij achterblijvers terecht. Maar we komen nu een beetje op een hobbelstukje. Dus ik roep, aan de kant, we komen van achter. Kom op, aan de kant. Nou, die jongen die gaat aan de kant, maar die gozer die gaat zelf ook aan de kant. Dus ik zeg, nee, jij niet. Het is ook voor jou. Ik wil dat die gasten aan de kant gaan, zodat ze ons niet in de weg rijden. Dus hij stapt af en ik laat hem er weer voor. Ik zeg, kom op, neem je plekje in en dan sprinten we ervoor. Kom op. Dus hij neemt zijn plekje in. En ik ga nog in zijn wiel zitten. En ik, ja, ondertussen is mijn hartslag 184. Die van hem zal ook knijterhoog zitten. We gaan hier een van de laatste bochten in. En het is nu echt sprinten naar de lijn. En op. Ik kom die bocht uit. Tik. Op. Bijna 1100 watt. En ik op. Yes! Ik pak hier echt. Nou, fantastisch. Het voelde echt alsof ik gewonnen had. Ik had niet gewonnen, want er reden nog het gast ervoor. Maar een 5e plek. Voelde werkelijk waar als een 1e plek. En dat is, ja, is heerlijk. En ja, ook heel fijn dat mijn laatste ronde was gewoon een snelle ronde. Het voelt gewoon goed. Dat ik in het middenstuk best wel een beetje doorheen ben gezakt. Maar het voelt gewoon echt lekker dat ik op het einde de laatste 2 rondes eigenlijk best wel weer heb kunnen versnellen. Niet zo snel als die eerste 2 rondes. Maar ja, heerlijke cross. Heerlijke mooie duels. Dit is waarom ik voor veldrijden hou. Als ik aan mensen moet vertellen waarom ik veldrijden zo tof vind, dan stuur ik ze de volgende keer dit filmpje. Jongens, als jullie ervan genoten hebben, zoals ze zegt, gooi even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Laat een reactie achter. En dan zie ik jullie de volgende keer, guys. Ciao. Wacht even, jij niet. Ja, ik moest inderdaad in die bocht gaan. Als ik langs moet, dan moet ik hem voorbij. Ik dacht dat het nog een rondje was.